alleen maar blije gezichten en grote babyogen. Op de cursus Draag en Dans in Alphen aan den Rijn. Want het is leuk om te bewegen met een baby op je rug. Dat vindt Lisanne Ranzijn. Volgens haar is deze vorm van bewegen goed voor de baby. Ik vind dansen heel erg leuk en het is ook leuk om... Ik draag ook mijn dochter heel veel. En dit is de ideale combinatie, zeg maar. Het is leuk om samen iets met je kind te doen. 25 ouders hebben zich aangemeld voor de cursus. Een groot succes vindt danslerares Mieke de Vos. Zij kwam met het idee. Je hoort wel van onze klanten die in de dansschool komen dansen, dat het toch heel lastig is om iets te gaan doen terwijl je kleine kinderen hebt. Want je hebt altijd oppas nodig. Het idee om met baby's te dansen komt oorspronkelijk uit Amerika. Daar is het al een tijdje een trend. Wanneer Mieke dit filmpje op YouTube ziet, wil ze het ook naar Nederland halen. Naar eigen zeggen is ze nu de eerste in ons land met een danscursus voor ouders en baby's. Kinderen vinden het fijn om ingebakerd te zijn. Daar voelen ze zich veilig en het contact met de ouder is heel erg prettig voor kinderen. Daar worden ze rustig van. En de hechting van ouder-kind wordt daardoor natuurlijk ook vergroot. En gelukkige baby's vinden de ouders toch heel fijn. Hij vond het echt heel erg leuk. Ja, dat was me reuze meegevallen. Hij is al best wel druk van zichzelf. Dus het feit dat hij nu dan ook in slaap is gevallen, dat is voor mij wel echt wonderbaarlijk. Ja, lekker dicht bij je kleine en... Het is toch anders dan aan de handjes en voetjes, maar nu kunnen ze echt gewoon lekker mee bewegen. Ik ben net bevallen, zij is 3 maanden en ik wil haar altijd bij mij houden. En dat is gewoon een geweldige combinatie.